De dag na het instorten van het dak van het AZ-stadion zijn er in Alkmaar nog veel vragen. Was de constructie wel stevig genoeg? Of komt het door het gewicht van de zonnepanelen? Gisteren stortte een deel van de Molenaartribune in. Iets wat niemand zag aankomen. Ja, dan schrik je enorm. Het eerste waar je aan denkt is... En hoop dat er geen mensen in het stadion waren op dat moment. Dat was gelukkig het geval. Waardoor we in ieder geval kunnen zeggen dat er geen gewonden zijn gevallen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een groot probleem. Ja, 10 augustus was een hele bijzondere dag. Ik heb het al vaker gezegd, ik zat in Bergen te eten met mijn familie. En er kwamen wat appjes voorbij van een ingestort dak. Waarbij ik nog in het begin dacht dat het een slechte grap was. Maar ja, even verder scrollend zag ik ook dat ik mijn oproepen gemist had van onze veiligheidscoördinator. Snel gebeld. Ja, toen bleek de grap werkelijkheid te zijn. En de ravage die je aantrof en het geluid ook wat daarbij was. Hè, want het was ook een winderige dag. Ja, dat maakte wel direct een enorme impact. En wat mij opviel die dag al, was dat er een aparte wind stond. Wij liepen langs het water en kregen spetters van water vanuit het kanaal. Dat was heel apart, dat was heel raar. Maar een beetje van die draaiwinden waren er. Op een gegeven moment ga ik richting huis en ik ben thuis. En mijn zoontje geeft op een gegeven moment een schreeuw naar beneden. Pap, er is wat gebeurd bij het AZ-stadion. Dus in de auto gesprongen. En ja, volgens mij was ik hier als tweede op het stadion en dan zie je dat hele dak naar beneden liggen. Je zit op dat moment gewoon in een roes. Pas dagen daarna of de dag daarna ga je langzaam realiseren wat er allemaal op je af gaat komen. Dat is in eerste instantie is dat niet zo. En het eerste wat in me opkwam is, ondanks dat er niet gespeeld werd op dat moment, zijn er dan toch nog mensen in het stadion geweest? Nou, dat was gelukkig niet het geval, want dat was mijn eerste zorg direct. En daarna denk je in ieder geval bij jezelf, dan gaat het uiteindelijk dadelijk over materiaal en geld. Dat is wel op te lossen. Geen idee hebbende hoe lang dat zou gaan duren. Ja, toen hebben we heel vrij snel gezegd, joh, weet je wat we doen? We gaan gewoon het hele dak eraf halen. Dit wordt een onbeheersbaar proces op deze manier. En we gaan met elkaar zorgen dat wat we terugbrengen uiteindelijk gewoon beter is. Of veel beter is dan wat het daarvoor was. Het is ook veel leuker om jezelf als organisatie, maar ook voor mezelf, te focussen op iets wat veel beter wordt. Dan alles terug te brengen naar hoe het was. Ook wetende dat uiteindelijk ook die mensen hier terug moeten komen allemaal. Ja, en wel het gevoel moeten hebben dat het heel erg veilig is. De keuze werd eigenlijk vrij snel gemaakt om het hele dak eraf te halen. En gewoon toe te werken naar iets nieuws. De complete buitenring, waar de keerwand stond, de betonnen rand die buiten om het stadion liep, die moest er vanaf om die enorme gaten te maken waar die betonnen funderingen uiteindelijk ingekomen zijn van die kraanspanten. De techniek liep door het dak heen, dus alles wat er aan bekabeling inhing, dat was allemaal kapot getrokken. Het was niet alleen die 2-3 delen wat stuk was, maar eigenlijk de hele techniek wat er aan vasthing. Dat was zo kapot gegaan dat dat allemaal vang moest worden. Nou, dat hebben wij een groot gedeelte zelf begeleid. Omdat wij ook precies weten waar wat zit. Je hebt al die ideeën wat je al die jaren opgespaard hebt, die heb je nu kunnen laten zien. En daar werd ook echt over nagedacht. Het was een soort denktank elke vrijdag weer. En zo ben je stapsgewijs om... We hadden best wel een korte periode eigenlijk om een nieuwe dak weer te realiseren. Wij waren aan het bedenken en eigenlijk moest het meteen al uitgevoerd worden. Dus wij waren hier al begonnen met demontage. Wat vooral heel moeilijk is bij het demonteren van een dak, Arbo.
wat mag je wel, wat mag je niet. Het is eigenlijk onwerkbaar om uit een hoogwerker op het dak te kunnen werken, terwijl je niet weet of hij stabiel is, ja of nee. En dat is ook wel heel mooi dat we een Robert als directeur hebben. Die had, terwijl hij hierheen reed, blijkbaar al zoveel kennissen in zijn kennissenkring. Dat er allerlei bedrijven al waren die al mee gingen denken over hoe en wat, hoe verder. Nou, wat ik wel merkte in het begin is dat ook iemand van de KNVB belde. Er waren ook wel clubs die reageerden van, joh, als we jullie kunnen helpen, dan doen we dat graag. We hadden natuurlijk te maken met het feit dat we die donderdag al Europees thuis moesten spelen tegen ik mee Mariupol. Dus ook de UEFA die begreep wel de situatie. Dus de voetbalcommunity aan zich, daar voelde je wel gelijk een bepaald begrip van. En ook wel de hand uitstekende. Wij zijn een voetbalclub. Wij zijn natuurlijk geen bouwer of iemand die gespecialiseerd is in constructies. Dus het vergt in het begin heel veel lezen, schakelen, praten en een gevoel krijgen bij de totale situatie. En dan uiteindelijk de juiste mensen aan je weten te binden. Ja, ik zat zelf bij een andere voetbalwedstrijd op zaterdagavond en ik kreeg allerlei appjes binnen, zoals het gaat, van weet je wat er gebeurd is bij AZ, foto's en nou, het was even schrikken. Eigenlijk geloof je het niet, hè, wat er gebeurd is. Dus ik denk van dat gaat wel heel veel problemen opleveren. Dus ik had contact met de KNVB ook, van ja, dit gaat voor de competitieplanning. Gaat dat toch wel verstoringen opleveren, want het is niet meer zo opgelost natuurlijk. Hè? Want het ligt er, het is ingestort, het moet onderzocht worden, het moet opgeruimd worden, weer opgebouwd worden. Alles moet veilig zijn, daar moeten mensen van overtuigd zijn. Dus dat moet je wel heel strak gaan aanpakken. Nou, toen ben ik eigenlijk de volgende dag al gebeld. Kun je naar Alkmaar komen, kun je kijken of jij je kennis kan inbrengen. Hoe we dat het beste kunnen aanvliegen. Meteen zijn we gaan schakelen van, ja, je moet er bovenop zitten. Met name, blijf zelf achter het stuur zitten. In de driver seat zitten en ga dit project nu snel aanpakken. Je kunt wel wachten op anderen, maar anderen hebben niet het belang dat er uiteindelijk ook weer binnen een afzienbare tijd gevoetbald kan worden. Hè. We hebben alles heel grondig willen doen. En wat voor de AZ natuurlijk ook belangrijk was, ja, uiteindelijk wil je wel weer open. We zijn een voetbalstadion, dit is onze business. Hè. Je wil zo snel mogelijk weer in je eigen huis kunnen voetballen. Onder veilige omstandigheden uiteraard. En dat kan alleen maar, denk ik, dat was mijn advies aan Robert. Ga nou zelf heft in eigen handen nemen. Ga onderzoeken wat er gebeurd is. En andere partijen komen vanzelf, die gaan wel aanhaken bij jouw onderzoeken. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Uiteindelijk weet je één ding zeker, hier gaan we voorlopig niet voetballen. Dus dat is, de nieuwe realiteit. En dat betekent dus dat je ergens anders moet gaan voetballen. Nou, met Max, gelijk vanaf het begin af hebben we besloten met elkaar van joh, voetbal blijft gewoon voetbal doen. Want ja, uiteindelijk zijn we een voetbalclub en dat is het allerbelangrijkste. Dus aan de andere kant moet het natuurlijk wel ergens gespeeld worden. Dan heb je natuurlijk wel contact met waar zouden we dan het liefste willen spelen. En wat wij niet wilden is een soort van nomade worden waarbij je de ene week hier speelt en de andere week daar. En er waren best wel clubs die, wat ik al zei, de hand toereikten en zeiden van joh, je zou bij ons kunnen spelen. Maar we hadden niet zoveel gek veel tijd, dus we moesten vrij snel schakelen. ADO Den Haag had een schema wat het leek bijna wel als wij thuis speelden, speelden zij uit. Dus dat was gunstig. Het is een stadion wat redelijk gelijk is als je kijkt naar het aantal zitplaatsen wat ze hebben. En kunstgras was dan de ondergrond waar wij niet op spelen, hè, en niet voor gekozen hebben. Tegelijkertijd wisten we wel, als we naar onze track record keken van onze ploeg in de afgelopen jaren op kunstgras, nou ja, dan kon je ook niet zeggen dat we daar heel veel punten op hebben laten liggen. Dus technisch gezien was er uiteindelijk een akkoord, want dat is het belangrijkste. Hè. Die bepalen natuurlijk wel en wat niet kan. En ADO was heel behulpzaam, heel prettig vanaf het begin. Dat klikte gewoon. Dus ook dat is een goede keuze geweest. En daar hebben we besloten om op die donderdag dus bij ADO Den Haag de eerste wedstrijd te spelen. En later ook natuurlijk vele competitiewedstrijden op één wedstrijd na. En dat was de thuiswedstrijd tegen FC Antwerp. En ook toen hebben we van Twente ook een van de clubs, Paul van der Kraan, die voor ons geweldig werk heeft gedaan, echt zijn nek heeft uitgestoken om uiteindelijk die wedstrijd daar wel te spelen. Dat was best spannend, maar ook dat heeft Twente en ook de gemeente Enschede uitstekend voor ons geregeld, waardoor we die wedstrijden konden spelen. Nou ja, goed, en die wedstrijden op zich, die wedstrijd thuis in Enschede en later in Antwerpen,
ja, ik denk dat ook voor supporters dat een hele mooie ervaring was. Hoe die wedstrijden verliepen en uiteindelijk dat wij uiteindelijk ook doorgingen naar de groepsfase. 1-0 AZ. Teun Koopmeijer. 4-0. 4-0. Er nog een zesde. Staat Idrissi ligt wel. Daar is de zesde. Dat was een geweldige ontlading, omdat ja, er was een hele strijd daar vooraf aan gegaan, hè, waarin wij op een gegeven moment vonden van, joh, luister, we hebben een rapport liggen van 1100 bladzijden, alles is veilig, we hebben alles gedaan. En iedere keer kwam er weer wat bij en het werd een beetje voor ons een onbeheersbaar proces. Nou, dat heeft op een gegeven moment uitgemond in een statement die wij gemaakt hebben. Toen is er op lokaal politiek vlak is het ook in een stroomversnelling gekomen. Toen wisten we op een gegeven moment na een paar dagen wel exact wat wij nog moesten doen om die wedstrijd te kunnen spelen. Nou, een affiche natuurlijk tegen Ajax is altijd een prachtig affiche. The boys are back in town. De wedstrijd en hoe ook de wedstrijd uiteindelijk verliep, was natuurlijk ook nog eens een keertje een verloop wat je hoopt. Gewoon in een competitiewedstrijd al, maar met alles wat er hier gebeurd was, achter de schermen. Even afgezien van het feit dat die spelers het uiteindelijk op het veld moeten doen. En het gelukkig ook deden. Is dat wel een van de momenten in laten we zeggen, het hele stadiondossier. Wat ik als mooiste moment heb ervaren. En dan met name dat we het voor elkaar kregen met elkaar. Het is een bestaand gebouw wat je opnieuw gaat opbouwen of gaat aanpassen. Alleen hier is natuurlijk een hele belangrijke factor die hier meespeelt. Het is niet gepland. Het gebeurde op zaterdagavond en ja, dan zit je met een heel groot probleem als club. En dat probleem wil je natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Dus je kunt niet gaan zeggen, laten we nou eens even 2 jaar lang gaan ontwerpen en over nadenken hoe we dat nou gaan doen. Dus er is ook daadwerkelijk echt voor gekozen van, nou laten we nou heel robuust gaan ontwerpen. Laten we ook nou geen afwegingen gaan maken, value engineering gaan doen over wanddiktes en profielen en noem maar op. He, dus vanaf het begin af aan samen met de constructeur besloten, we gaan een heel robuust ontwerp maken. Dat gewoon in de nadere planuitwerking, dat ook als je de details gaat uitwerken, dat er geen grote aanpassingen meer nodig zijn, dat het blijft voldoen. En dat is gelukt. En toen zijn we al vrij snel ook gaan beginnen na te denken over ja, hoe moet dan het nieuwe dak eruit komen te zien. En welke eisen stel je eraan? En net al gezegd, je gaat uit van in eerste instantie van optimale veiligheid, maar ook een beleving van veiligheid. Minstens zo belangrijk, want je kunt... Het kan wel veilig zijn, maar als mensen nog steeds het gevoel hebben dat het niet veilig is, dan is het niet veilig wat mij betreft. En comfort. Ja, er is gekozen voor een dakverlenging. Er is gekozen om de wind zoveel mogelijk buiten te houden. Het was natuurlijk heel ingewikkeld om te kijken wat zijn nu de randvoorwaarden van wat uit onderzoeken kwam van de bestaande constructie. En hoe ver kun je op die bestaande constructie verder bouwen. De bestaande tribunes staan nog op de oude constructie, waar vroeger ook het dak nog aan hing. En we hebben een nieuwe constructie ontworpen en gebouwd waar het nieuwe dak aan hangt. En dat dak is natuurlijk vele malen groter, want het kraagt veel verder uit. Dus daar komt veel meer kracht op te staan. Maar dat is een belangrijk uitgangspunt geweest. Dus er is voor gekozen om zeg maar, de kraanspanten, zoals we die noemen, op die tribunedelen toe te passen. En hier 2 grote bokken te bouwen met die megatrust erover. Om zeg maar, dat hoofdgebouw te ontzien. Dus dat de hele dakconstructie zeg maar, over het hoofdgebouw heen wordt getrokken. De bouw van zo'n megatrus, dat moet eerst een hele vlakke ondergrond worden. Dus er stonden wat lantaarnpalen in de weg, die moeten we demonteren. Er is een zandbed neergezet. Deeltje voor deeltje is hij opgebouwd. Tot uiteindelijk hij helemaal klaar voor de deur lag. En het eerste voor ons echt wel een mooie positieve dag was. En dat was het plaatsen van de megatrus.
Nou, dat vond ik wel spannend, omdat je weet dat hier iets voor de deur ligt wat meer dan 600 ton weegt. Wat met twee kranen naar boven gerezen gaat worden, waar je zelf geen enkel gevoel bij hebt van hoe is dat mogelijk. Nou ja, dat was een dag waar we wel heel erg naar uitkeken. En is ook wel mooi om te zien, want ja, iedereen zijn vak. En hetzelfde gold voor die kranen, ja, het gemak waarmee uiteindelijk die megatrus over het pand werd gehesen en uiteindelijk op zijn positie terecht kwam. Nou ja, goed, dat zag er ook waarschijnlijk heel makkelijk uit. Dat zal ongetwijfeld niet zo zijn. Dus ook, dat is met alles al heel veel werk aan vooraf gegaan. Erheen. Maar dat ging uiteindelijk vrij makkelijk. En ik ben ook uiteindelijk helemaal in de nok geweest die dag. Van hoe het allemaal gemonteerd is en hoe het er allemaal uitzag. En dat was, ja, was een bijzonder moment. En vanaf dat moment had ik ook wat gevoel, oké, nu gaat het wel lopen. De hybride vorm die uiteindelijk gekozen is met een megatrus op het hoofdgebouw en de kraanspand op de andere drie delen. Ja, dat had ook te maken met dat het voor het pand ook gewoon goed zou zijn om aan deze kant een megatrus te bouwen. En nou, oké, die andere drie delen een kraanspand te nemen. Omdat dat dan ook economisch gezien ja, zeg maar de beste hybride vorm was. Nou ja, goed, het is tekenen, het is doen en nou, uiteindelijk zie je de plaatjes. En hadden wij het idee dat dit ook gewoon een heel goed ogend stadion zou zijn. Waarbij het natuurlijk wel een standalone constructie is. Want ja, normaal bouw je een stadion met dak en gebruik je het, zeg maar, de constructie ook als tegengewicht voor het dak. Ja, dat kon hier natuurlijk niet meer. Het moest hier standalone gebouwd worden. Vandaar ook dat de kraanspanten iets robuuster zijn dan wat ze voorheen waren. Ja, zo'n eerste wedstrijd is toch ook spannend. Hoe gaat die techniek allemaal met elkaar functioneren? Hoe gaat het publiek erop op reageren? Nou ja, het nieuwe veld, alles bij elkaar. Ja, dus zo'n eerste keer is altijd spannend. Aan de andere kant, dat merk ik wel aan mezelf, het went ook wel weer heel snel. Ik zag vorige week het boek van Ed van der Pol, die met prachtige foto's terugblik maken op het afgelopen seizoen. En dan natuurlijk niet alleen het stadion, maar natuurlijk ook sportief. Maar toen zag ik die foto's voorbij komen en toen had ik al zoiets van, oh ja, dat is waar ook. Dat zag er toen zo uit en die hele stallage op de hoofdtribune, oh ja, ja. Ja, je rijdt hier iedere dag naartoe, je loopt hier iedere dag, je ziet de binnenkant iedere dag. Je gaat ook wel weer vrij snel over tot de orde van de dag, gelukkig maar. Want je kan natuurlijk ook niet te lang blijven hangen in het verleden. Uiteindelijk moeten we natuurlijk ook weer gewoon vooruitkijken. Het is zwaar geweest, heel zwaar, maar ja, ik vind het nog steeds een leerproces, dus ik heb er ook wel van genoten. Nee, uitdagend, intensief, lange dagen, veel, we moeten begeven, wat ik al zei, op gebieden waar je zelf niet de expert bent. Ja, ik vind het dus een stadion waar een club als AZ fantastisch trots op mag zijn. Het was al een mooi stadion, maar het is nu, ik vind het alleen maar nog mooier geworden. Ik denk dat dit een heel geslaagd project is geweest en ja, iedereen mag heel tevreden zijn met dit resultaat. Weet je, wat ik al zei, het was de realiteit, de nieuwe realiteit. En dan moet je daar gewoon met je allen de schouders onder zetten. En dat hebben we met, ik zeg echt wel, de hele club gedaan. Want de resultaten bijvoorbeeld van het eerste elftal in die tijd die goed waren, dat hielp ons ook weer. Ja, de vele arbeid die wij aan deze kant verricht hebben en het geduld wat we van de mensen gevraagd hebben in die twee jaar, want dat moeten we ook niet vergeten, dat we met z'n allen denk ik trots kunnen zijn op de situatie zoals die nu weer is. Tot slot, als je naar rechts kijkt, wat zie je dan?
Ja, nou ja, goed, dan zie ik wat ik net al zei. Dan, als ik naar rechts kijk en ik kijk in het stadion. Dan, als ik het één zinnetje zou moeten vangen, dan zou ik zeggen, het hebben we aardig gedaan met elkaar.